Tegelijkertijd is het denk ik ook zo dat een deel van die risico's, daar wordt van verwacht dat die afgedekt kunnen worden met de steunmaatregelen. Ja, en dat financieel afgedekt worden. Dan, ja, dat we op die manier die risico's kunnen dragen. Nou, dat is de vraag of dat zo is. Wat ik net al zei, ik denk dat er langdurig en misschien wel blijvend schade is bij jongeren door het jaar wat we nu gehad hebben. Ja, psychologen en pedagogen twijfelen eraan of dat inderdaad niet veel ernstiger is dan iedereen denkt. Ja. Ja. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook lastig als je daadwerkelijk mensen hebt die overlijden, bijvoorbeeld aan corona of aan andere ziektes, door de keuzes die je maakt. Als je andere sectoren meer ruimte geeft en daardoor meer risico's medisch neemt en daar overlijden mensen, van hoe ga je dat uitleggen? En hoe ga je daar niet voor ter verantwoording geroepen worden? Dat ja, is u zegt een cruciaal zinnetje. Hoe ga je daar niet voor ter verantwoording geroepen worden? Daar schuilt natuurlijk een hoop van de besluitvorming. Stoelt uiteindelijk, of kan ik mij afdekken, mijzelf en mijn besluitvormingsproces, achteraf voor kritiek? Natuurlijk. Nou ja, als je kijkt naar de besluiten over de AstraZeneca, stel dat het besluit niet genomen wordt om te stoppen, dus we gaan gewoon door met vaccineren. Ja. En er vallen een aantal doden door grote longembolieën. En over een paar maanden wordt duidelijk dat het inderdaad risico op longembolie groter is door AstraZeneca-vaccinatie. Dan wordt natuurlijk teruggekeken, waarom is dat besluit niet eerder genomen om te stoppen? Ja. En dan zal daar een goed verhaal bij moeten komen. Maar ik denk zelf dat je dat verhaal nu al zou moeten bouwen door nu al te zeggen van op basis van dit en dat hebben we besloten om er toch mee door te gaan, wetende dat. Dit gaan we op deze manier afdekken. Omdat er grote risico's zijn voor andere sectoren van de samenleving of voor andere. Ja. Bijvoorbeeld, ja. En dan geef je daarmee, dus communicatie is ook een belangrijk issue dit hele jaar al geweest. En daar is denk ik toch ook nog wel verbetering mogelijk. Door goed te communiceren op basis waarvan je bepaalde besluiten neemt, denk ik dat je enerzijds meer begrip kan kweken, anderzijds een gewogener afweging met elkaar maakt. En tot slot ook in de terugkijken straks ook gewoon sterk staat dat je die afweging op die manier gemaakt hebt. Hoe moeten we nou volgens u uit deze situatie vandaan komen? Zeg maar? Hoe komen we hier weer uit maatschappelijk? We zijn dicht, we blijven dicht. Tot iedereen stomme verbazing duurt het iedere keer weer 6 weken langer. En dan weer 3 weken langer. En dan blijft de avondklok die heel eventjes als allergrootste noodmaatregel is ingevoerd, blijft gewoon op tafel liggen en verdwijnt helemaal niet meer. Hoe komen we hier nog ooit uit? Wat is volgens u, wat zijn de stappen? Ja, even een stapje terug over wat er gebeurd is. We hebben in de Eerste Kamer, ik geloof 23 februari, hadden we een debat met de jongen. Ja. En heb ik ook mijn verhaal gehouden en heb ik dit ook benoemd. Ik zei van, iedere keer lijkt het wel alsof we een stapje verder gaan in wat ik heb genoemd de maatregelenfuik. Dus iedere keer, ja. En je komt eigenlijk niet meer terug. Ja. Je kan eigenlijk alleen maar dieper die fuik in zwemmen. Ja. En hoe kan je daar nou uit ontsnappen? Zo wordt een grote vis ook gevangen met zo'n fuik. Hè? Ja. Maar het is ook zo dat in een goede fuik die gericht is op een bepaald type vis, daar zit ook aan het eind zit daar ook een ontsnappingsruifje. Ja. En ja. Daar kunnen bepaalde vissen van bepaald formaat kunnen uit dat ontsnappingsruifje ontstaan. Dus ontsnappen. Dus ik heb ook gevraagd aan de jongen, hoe ziet nou eigenlijk het ontsnappingsruifje eruit in deze maatregelenfuik waar we in terecht zijn gekomen? Ja, dat is een moeilijke, maar vaccineren is er één. En die is ook het meest zichtbaar en ook het meest kansrijk. Maar daarnaast zijn er natuurlijk toch ook nog wel andere opties te bedenken om met elkaar te ontsnappen aan die vrijheidsbeperking die we nu allemaal in steeds grotere mate ervaren. En dat zie je ook in andere landen. Er zijn landen waar een veel normaler leven geleid wordt dan wat wij hier op dit moment kunnen, terwijl de besmettingscijfers niet per se hoger zijn. Dus het zou moeten kunnen dat we ook lerend van andere landen, dat we het beleid anders vormgeven, zonder dat de besmettingscijfers per se groter of gaan toenemen in aantallen. En waar denkt u dan aan? Nou ja, ik denk dat we dat allereerst zijn en de maatregelen die er wel zijn en die zouden blijven bestaan, die moeten ook wel nageleefd worden.
Dat is één. Mm-hmm. Maar wat ik in ieder geval ervaar, is dat steeds meer mensen er moeite mee hebben om ook daadwerkelijk te doen wat moet gebeuren. Ja. En dan kom je ook in een soort vicieuze cirkel. Want dan moeten er extra maatregelen komen, omdat de anderen, die in principe genoeg zijn, onvoldoende worden nageleefd en daarmee niet meer voldoende zijn. Dus dat is ook moeilijk om weer terug te draaien als je al eenmaal zo ver in die fuik gezwommen bent. Ja. En toch zou dat moeten, dat wij ons allemaal realiseren van oké, we gaan terug naar deze maatregelen, maar die moeten we dan ook echt handhaven. Nou ja, en ik denk dat er heel veel creatieve Nederlanders zijn die nu al hele creatieve plannen hebben waar we elementen uit kunnen gebruiken. En ook in de horeca zijn natuurlijk hele creatieve ondernemers die dat goed hebben uitgewerkt. En daar zouden we meer focus op moeten leggen. Er zou ook intensiever die dialoog gevoerd moeten worden met het ministerie over wat wel kan. En dan ook uitgaan van wat wel kan. Oké, dit kan wel, dus dat gaan we doen. En wat is er dan voor nodig om dat ook te kunnen doen? Ja. In plaats van, dit gaan we allemaal niet doen. Oh ja, en dan kan dat dus ook allemaal niet. Nee.